Hallo allemaal. Vandaag gaan we op expeditie. En niet zomaar een expeditie. Nee, nee, een eetexpeditie. We gaan namelijk wild plukken in Almere. Kom je mee? Ik ben Evelien Stilma, ondernemer in de innovatieve plantenteelt. Almere staat helemaal vol met allerlei eetbare gewassen. Het is hartstikke leuk om daarin rond te lopen en te oogsten voor eigen gebruik. Gemeente Almere heeft mij gevraagd om dit enthousiasme te delen met andere Almeerders. En op een eetexpeditie gaan we met een hele groep wild plukken in Almere, in het groen. Vandaag gaan we vanuit het Eksternest naar het voedselbos in Almere Haven. En het voedselbos wordt gedeeltelijk beheerd door bewoners. En op die manier beleven zij het openbare groen nog meer. Tijdens de expeditie laat ik iedereen zien wat je hier kan oogsten. En ook wat je ervan kan maken, zoals brandnetelpesto of vierbloesemlimonade. Dit is de linde. Deze gaat straks bloeien. Er bloeit nu af en toe één bloemetje. Het is de bedoeling dat de hele tros bloeit. En dan kunnen we de bloemen oogsten en lindebloesemthee van maken. Er staat nog veel meer voor iedereen. Dus het is hartstikke leuk om dat ook te delen met andere mensen. Zodat veel meer mensen gebruik gaan maken van het groen in deze openbare ruimte in Almere. Ja, hier staan een paar hele mooie grote walnotenbomen naast de speeltuin. Dat doet de gemeente Almere wel vaker. Ik zie het op een heleboel plekken. Dat is super leuk. De bewoners die actief zijn in het voedselbos zijn altijd op zoek naar nog meer vrijwilligers. Wat we de mensen mee willen geven is dat de openbare ruimte is van iedereen. En iedereen mag daar plukken. En het is ook leuk om dat met elkaar te delen. Dat niet in eentje alles leeg plukken of een stuk grond onszelf toe-eigenen. Maar gewoon samen delen en dat met en voor elkaar doen. En met een heleboel brandnetels op zak zijn we naar het Food Forum gegaan. Waar chefkok Sharon de Miranda ons laat zien hoe je brandnetelpesto maakt. Ik ben Sharon de Miranda, chefkok van het Food Forum op het Floriadeterrein. Brandnetel even goed aan het wassen. Als ik iets vervelend vind, is het net te veel beestjes bij de recepten. En dan doe ik gewoon een beetje zout. En dat vinden die beestjes echt vervelend. Het is mijn waarheid. Of het een feit is, weet ik niet, maar het werkt wel. En dan komen al die beestjes er een beetje uit. Het werkt tot nu toe wel, dus ik ben benieuwd. Ik moet het water aan de kook brengen. En dan ga ik de brandnetels dus heel kort blancheren. Dan weet ik zeker dat hij zo meteen mooi smeuïg wordt voor de pesto, want dat gaan we even maken. En dat alle overige beestjes waarschijnlijk ook weer in zitten. Het water is nu mooi aan het koken. Dan ga ik de brandnetel blancheren. Gewoon heel even kort over de kook brengen. Zodra het water weer gaat koken, haal ik het eruit. Het leuke is als je dus pesto gaat maken van deze brandnetel met de koolzaadolie en de walnoten, dat ik zo meteen laten zien, dan is hij ook gelijk langer houdbaar. Dus kun je lekker veel brandnetels plukken. En hoe langer je hem bewaart, des te lekkerder die wordt, maar vaak is hij binnen een week toch op. Zo opschepperig, hè? Nou dat je goed uitlekt. Wordt hij echt te vochtig, dat is zonde. En om het nog gezelliger te maken, zijn Anneke Dolger en Heidi Hoen van Kitty Kotti er ook bij. Heb ik hier met Dame Jeanette Kaas samen met de polderzoon ontwikkeld? Nou, ik ben benieuwd. Mijn naam is Anneke Dolger, voorzitter van comité 30 juni 1 juli Almere. Kitty Kotti, dat betekent de ketenen verbroken. Hier in Almere willen we juist de ketenen van samen zijn en verbinding smeden met elkaar. Zeker. Ik zeg daar geen. Maar waarom heb ik zo'n klein stuk gekregen? Dan ga ik een pesto maken van de brandnetel, een rood uitje, wat walnoten, de Madame Jeanette kaas. Dus het is geen tijd meer voor de knoflook, dus deze heb ik uit de vriezer gehaald. De knoflook is prima in te vriezen. En wat koolzaadolie, ongeveer, laat ik zeggen, 1 deciliter. Gewoon helemaal fijn maken in de keukenmachine, proeven. Zout krijg je natuurlijk van de kaas af. En als je een beetje zoutloos is, kun je altijd nog wat zout verbeteren toevoegen. Mocht je nou geen keukenmachine hebben, kun je dat met de vijzel doen, maar dan ben je wel 2 dagen bezig. Hier is hij dan. Een pesto gemaakt van brandnetel. Dat kun je natuurlijk gelijk zien. Hij is
is heel mooi smeuïg, hij ruikt lekker. En omdat hij zo smeuïg is, omdat ik natuurlijk een jonge kaas heb gebruikt. Mocht je nou een oude geitenkaas gebruiken of gewoon een oude kaas, dan wordt hij bij structuur ook gelijk wat grover. Je kunt het doen op een toosje. En nu doe ik het op een stukje kroekoek gemaakt van champignons. Oesters van mijn kroekoek. En je kunt het eigenlijk net zo gek maken als je zelf wilt. Ik ben echt benieuwd wat je ervan vindt. En? Lekker. Heerlijk. Mijn naam is Heidi Hoen, vrijwilligster bij Kitty Kutty. Vandaag zien we weer hoe eten verbroedert. Wil jij nou ook meedoen aan zo'n toffe eetexpeditie? Meld je dan snel aan. Tot dan!